Zullen we eens een vliegtuig maken? Ja, ja, we zullen een vliegtuig maken. Dat vliegtuig dat we gaan maken, geloof het of niet, één ballon. En omdat vliegtuigen meestal wit zijn, gaan we er een witte ballon uitkiezen. En die gaan we oppompen met 7 puffs. Voilà. En uiteraard gaan we er een knoop in maken. Oké, we beginnen met de neus van het vliegtuig. Maak maar een bubbel van 5 vingers. En dan gaan we de vleugels maken. De vleugels gaan we maken van een loop van vleugel, pinch twist, pop twist, pinch twist, vleugel. Wordt dat duidelijk? Maak een vleugel van, allee op, manneke toch. Een vleugel van 6 vingers, ik ga het zo laten zien. Dus 6 vingers. Wow, iets langer. Ja. Maak ik een zachte pinch twist. Want daar gaan we straks een pop twist van maken. Een pop twist, een zachte pinch twist. Een bubbel die we straks gaan laten ploffen. En opnieuw een zachte pinch twist. Die moet zacht zijn, want we gaan die straks nog eens splitten. Hè. En we maken een tweede vleugel, even lang als de eerste vleugel. En in dat boeltje lock twisten we. Dus 6 vingers, 5 vingers, 6 vingers, 2 vingers. Maakt niet uit, 2 vingers. En 6 vingers. Dan gaan we de buitenste kleine bubbels pinch twisten. En splitten. Dat heb je allemaal geleerd in de basiscursus, dus het kan snel moeten gaan. Hè? En dan een ploftwist, dat middelste bolletje weg. Met onze eerste vleugels van het vliegtuig. Dan maken we de rest van de, ja, hoe noemen ze dat? De body van het vliegtuig. 6 vingers. Na de 6 vingers een pinch twist. Dan gaan we de staart maken. De staart, 3 vingers. Een bubbel van 2 vingers. Een kleine bubbel die we gaan laten ploffen. Opnieuw een bubbel van 2 vingers. Dus dat zijn, die 2 vingerbubbels zijn weer zachte vingers, want dan zijn we worden weer split pinch twists. En opnieuw een stukje van de staart. Dat doen we allemaal samen. En de buitenste 2 bubbels hier, die gaan we pinchen, splitten. En de bubbel ertussen, die gaan we ploffen. Voilà, als je mannen wel mee zult zijn, nog even wachten. Dat stuk heb ik al gedaan. We hebben hier het staartstuk, de gesplitte pinch twist, bubbel, gesplitte pinch twist en nog een stukje van de staart. Inmiddels de bubbel laten we weer ploffen. We brengen alles een beetje in vorm. De staart dat uit en dat gaat nog naar boven. En dat gaan we inkorten tot zover dat nodig is. Dus we maken weer een bubbel van 3 vingers of hoe lang dat je wilt. Dan ga je de ballon af. Dan heb je nog een stukje bubbel overal te weer die loslaten. En dan maken we daar een knoopje in. Om het af te werken, ga ik die knoop nog mooi afsnijden. Ziezo. En klaar is ons vliegtuig. Dat vliegtuig versieren. Dat doen we door vooraan een groot raam te tekenen. Dan teken ik hier zo, hè, zoiets. Ja. Dan teken ik aan de zijkant een paar cirkeltjes. En heel vaak schrijf ik hier de naam van de jarige. Of de naam van degene die de ballon krijgt. Bijvoorbeeld Bart Airlines. Je kindje hebt een lange naam. Ja, dan maakt dat ballon dan maar wat langer. En dan hier nog eens B A van Bart Airlines. Dat kunnen we aan twee kanten doen. Of je kunt
natuurlijk ook nog wat cirkeltjes tekenen. Nou, weer een heel simpel figuurtje, zeker als je de basiscursus gevolgd hebt. Hoe dat poptwist juist gaat, dat vind je in het filmpje over de ruiter. En daar staat ook ergens een beertje met die poptwist. En voor de rest is het ja, heel eenvoudig, een heel eenvoudig vliegtuigje. Goed, veel speelplezier! Mm-hmm.